Wij reviseren motoren. Stel, jij hebt zou met je auto bijvoorbeeld een probleem hebben, je lampjes gaan aan en die motor gaat kapot. Dan zou je garage een bedrijf zoals wij inschakelen. Alleen wij doen dat voor de scheepvaart, de landbouw, industrie, de grotere motoren. Het is opgericht door onze opa en zijn vader. Dus wij zijn de vierde generatie. In de Nieuwe Kerkstraat in Meppel. Later is mijn vader erbij gekomen. In 1964 zijn ze verhuisd naar de Paradijsweg in Meppel. Langzaamaan is het steeds uitgegroeid. Blijkbaar deed het werk erg goed. Het is mooi dat je gewoon een oude motor krijgt hier binnen. En die wordt gewoon tot het laatste boutje gestript, bij wijze van. En die bouwen wij dan vervolgens weer op tot een compleet nieuwe motor. We doen veel zaken in het buitenland, dus voornamelijk in Duitsland, Polen, België. En dat is voornamelijk de binnenvaart. Die export, echte export, is wat gekomen sinds de laatste jaren. Maar bijvoorbeeld onze vader, die ging vroeger echt gewoon op pad met de folder. En die ging die landbouwbedrijven langs, net over de grens bijvoorbeeld, tot Valkenburg, België, Frankrijk is hij heen geweest. Dus op een gegeven moment dan bouw je je netwerk op. En nou ja, heel veel mond-op-mond reclame, want vooral die binnenvaart, dat is maar een kleine wereld. Dus mensen praten met elkaar. Nou ja, wat bijvoorbeeld een heel leuk aspect vindt aan de handel over de grens is het contact dat we hebben bijvoorbeeld met Dubai. En dat wij daarvoor zijn ingehuurd dat zij motoren vanuit het Midden-Oosten naar ons toe sturen om door ons te laten klaarmaken en dat wij die weer terug kunnen sturen. Wij adverteren veel op Facebook, via Instagram kan je ons ook volgen. Maar goed, dat wordt nu dus ook opgepikt door buitenlandse klanten. Nou goed, we zijn dus druk bezig met een webshop. We hebben een grote voorraad aan gebruikte onderdelen en nieuwe onderdelen uiteraard. En naast die webshop zijn we dus net bezig met certificeren voor de nieuwe uitstootseisen. En dat is, dat is wel een spannend iets. En we zijn aan het kijken naar elektrische vaart, maar dat is echt een lange termijn project.